Hoi, ik ben Taufik Shatli en ik speel voor Tigers Roermond. Hisham Benhamou, trainercoach Tigers Roermond. Misschien niet verwacht, maar wel geambieerd. Concurrentie is hoog. En ik denk dat wij een hele mooie prestatie hebben geleverd door eerst eens te eindigen in de reguliere competitie. Ja, als team samengewerkt. We hebben vooral, de coach heeft vooral de nadruk gelegd op dat we het samen moeten doen. En dat we iedereen nodig hebben en dat is ons eigenlijk behoorlijk wel gelukt. We hebben eigenlijk, eigenlijk elke wedstrijd samen ervoor gevochten. Dan denk ik dat dat twee ploegen zijn. Marlène, omdat hij met een compleet nieuwe ploeg in het linker rijtje is gekomen en toch links en rechts punten hebben weten te snoepen van allerlei ploegen. En VNS United, want die hebben de KNVB Futsal Cup gewonnen. Nou, dat vind ik ook heel knap, omdat die ploeg ook nog niet zo lang op het hoogste niveau speelt. FCK De Hommel in de tweede fase. Hebben ze toch behoorlijk meegedaan in de tweede fase bovenin. En daar hebben ook de play-offs gehaald. Dus die hebben me wel verbaasd, eerlijk gezegd. Ik denk dat wij niet, wij spreken ons niet uit over wat de kansen van ons zijn in de play-offs, omdat wij altijd, ja, wij willen altijd van wedstrijd naar wedstrijd werken. Dus wij kijken niet vooruit. Wij weten wel één ding, dat we gewoon keihard moeten werken. Wij kijken niet naar wat we het hele jaar hebben gedaan, want we zijn eerste geëindigd en we zijn ook bovenin gebleven het hele jaar. Maar dat zijn we vergeten en we beginnen eigenlijk gewoon weer op nul. Dus we kijken eigenlijk per wedstrijd aan hoe we het gaan aanvatten. Goed, we zitten nu bij de laatste vier. En ik denk dat wij net zoveel kansen hebben als al die andere ploegen. Dus dat is hoe ik denk dat het gaat zijn. Tegen de ploeg die op dat moment in de finale moet komen. Ja goed, uiteindelijk denk ik dat je krijgt wat je verdient. En wat belangrijk is om te weten is dat ik totaal nog niet aan die finale denk. Wij spelen nu hopelijk in een tweeluik tegen FC Eindhoven, wat al pittig genoeg gaat zijn. En nou goed, als wij goed genoeg zijn, dan maakt het voor ons niet uit tegen wie wij gaan spelen in de finale. De winterstop, toen wij 12 wedstrijden op rij hadden gewonnen. En dat wij dat succesje met het team hebben gevierd. En dat was wel een leuke sfeer, we hebben genoten daarvan en dat was een mooi moment om samen te vieren, dus ja. Ik denk het uiteindelijk behalen van die eerste plaats, want dat is toch wel een historisch moment voor deze vereniging. Het feit dat we vanaf dag 1 tot dag laatst op die eerste plek hebben gestaan en ook niet meer hebben afgestaan. Ja, dat is denk ik wel heel mooi. Alleen dat is geweest. Er gaat nu een nieuwe competitie starten. En uiteindelijk hopen wij natuurlijk dat we ook daar zometeen weer als winnaar uit die bus gaan komen. Dat zijn meerdere dingen denk ik. Ik denk niet dat dat één specifiek iets is. Maar ik denk als wij dit jaar of wanneer dan ook met Tigers Roermond kampioen mogen worden. Ja, dat zou wel iets moois zijn, ook voor deze stad en voor deze jongens, gezien het plan wat we destijds hadden. Dus dat zou ik nu wel graag willen bereiken in het voetbal. Goeie vraag. Ja, ik denk kampioen worden met Tigers Roermond en de Champions League spelen. Mijn doel in de play-offs is om datgene te bereiken wat we vorig jaar niet hebben gehaald. Dat was de omstandigheden, maar ik denk als wij dit jaar als groep sterk blijven en voor elkaar blijven gaan, dan denk ik dat dat het grootste doel is om als team na de overwinning toch samen te blijven en als groep bij elkaar te blijven. Ik denk dat dat het doel is voor mij. De voorbereiding was goed. We hebben pas een trainingskamp afgerond van 4 dagen met de groep en we zijn veel samen geweest. We hebben veel getraind. Dus veel actief herstel ook, na intensieve trainingen.
En ik verwacht wel een knalwedstrijd, dus wij zijn er wel klaar voor, dat weet ik wel. Ik hoop dat het publiek in grote getalen gaat komen. Dat we mooie, spannende wedstrijden gaan krijgen. Dat is echt wat ik verwacht. Alle ploegen hebben geweldige spelers in hun teams. En dat er maar heel veel fair play en respect tegen alle betrokkenen mag zijn. En dat de beste mag winnen uiteindelijk. Dat is wat ik en ieder gun en hoop dat gaat gebeuren.